Nou, dat is me toch waar. Ik heb nog geen woord gezeten en de halve zaal is al weggeblazen. Ik zal even wachten. Dan kan de KBO weer voor de gehoorapparaat weer even afstellen. Alles goed? Dan kan ik beginnen met de knaller van dit stukje. Goedenavond allemaal! Vorig jaar stond ik hier nog als docus van het kadaster. Maar dat was nog niet mijn ding. Als je er nog geen 5 meter langs mag meten, dan moeten ze maar iemand anders zoeken. Maar ik kan niet meer werken voor mijn poen. Dat moeten allemaal maar niet aan de grote klok hangen. Dat hou je maar tussen deze 4 muren. Maar ik pleeg voor het overvallen en zet plofkraken. En daarom noemen ze me nou ook wel Sjaak. Sjaak plofkraak. Dat klinkt allemaal heel handig zonder overval. Maar ik heb toch wel wat opstartproblemen met mijn nieuwe business. Voor mijn eerste overval dacht ik, ik ga niet te ver van de deur, dan ben ik weer op tijd thuis. Ik ga je pakkers overvallen. Ik goed zenuwachtig met een bivakmuts over mijn kop en daar naar binnen. Van de spanning kwam het er niet goed uit, denk. Want ik tegen die mens achter de kassa. Dit is een overval. Oze, voor een overal. Moet er achter in de winkel zijn, loop de deur. Ja, daar viel nog niet zo mee. Dus ik richting huis. Kom ik langs de automaten van La Vrijse. Dan probeer ik hier maar wat klein geld te verdienen. Ik draag een paar cobra's aan die aardbeienautomaat geknipt en afgestookt. Heel die kas klapt uit elkaar, maar geen rode cent te zien. Ik kijk nog eens goed naar die automaat, hangt er een briefje boven. Alleen pinnen mogelijk. Nou, bedankt Mien, trek de pin. Alle begin is moeilijk, maar je kunt ook pech hebben, hè. Dat was allemaal op de eerste dag van mijn nieuwe zaak. En op de tweede ging ik een bus van TMO overvallen. Ik zie daar zo'n bus van hun aankomen. En ik spring er voor met mijn getrokken pistool. Ik heb tegen Frank Vermeulen die in die bus zat. Hoe geld of hoe leven? Ho, zee. Ik werk bij TMO. Dus ik heb geen geld. En dan helemaal geen leven. Maar er zijn gelukkig zat klussen die wel lukken. Dus er komt wel wat geld binnen. En het grote voordeel van overvallen en plofkraken is dat ik mijn inkomen niet aan de Belastingdienst hoef deur te geven. Alles wat binnenkomt is zogezegd netto. Dan weten jullie waarom een vagina, ja, hier staat eigenlijk kut, maar ik mocht geen kut zeggen want de jeugdraad hier zit. Weten jullie waarom een vagina geen belasting hoeft te betalen? Die kan de kosten namelijk niet aftrekken en die je verder met een lullig inkomen. Tillis, ik ben niet te beroerd om ergens een overval of plofkraak te plegen. Dus ik dacht een goeie half jaar geleden, ik ga je Trieske hier een keer overvallen. Ik, professional als ik ben, ik eerst op verkenning. Ik draag dat lege café binnen, komt Simon naar me toe. Je kunt over Simon veel zeggen, maar niet dat het een goed caféhouder is. Ik was daar gewoon als burger, ik ga mijn werkkleren niet aan. Op een gegeven moment was Simon achter naar de keuken. En ik kon daar eens op mijn gemak rondkijken hoe ik goed binnen kon komen en snel buiten via een goede vluchtroute. Die zag ik wel, maar die werd geblokkeerd door 10 kuub hout voor de deur. Maar ik stond er daar wel eens te bekijken.
ging ineens het inbraakalarm af. Ik denk, god onder je, dat is goed beveiligd hier. Daar kan ik maar beter geen overval op gaan plegen. Maar dan bleek dat geen inbraakalarm. Dat waren de rookmelders van de basisschool. Ja, een tijd geleden werd er veel gepraat in het dorp over de Triskier. Het moest een MFA worden. Maar wat dat betekent, daar waren de meningen toch wel wat over verdeeld. Nou, had ik bij het show de boelen van Piet van Bakel gehoord, dat ze hier een bordeel van wil maken. Het hele dorp wou namelijk dat er een gemeenschaphuis kwam. Volgens Rien van Ekert lag dat toch net iets anders. Die was bang dat ze hier een AZC van gingen maken. Want iedereen wil weer gewoon een bruin café. Nou, even heel iets anders. Het aantal nieuwe huizen in Hulsel is de laatste jaren explosief gegroeid, hè? En er zijn heel wat nieuwe gezichten in Hulsel komen wonen. En dan hebben de biljartvereniging en die zien het Hulsels kampioenschap als dé perfecte manier voor de nieuwe inwoners om betrokken te raken bij het dorp. Dus Kees roest langs de deuren met de inschrijfformulieren en hij uitleggen wat de bedoeling was. Hij zei, ik weet niet hoe het er bij jullie aan toe gaat, maar bij ons moet je altijd minimaal 20 keer stoten. Met over die nieuwe dorpsbewoners gesproken, sommigen beheren / terroriseren de appgroepen in het dorp hier, hè? Zo zijn er zelfs 2 verschillende buurtpreventie-apps. Maar volgens mij is er innen voor de verzopen katten en innen voor de natte koesjes. Om even terug te komen op mijn werkzaamheden. Er gaat ook een hoop wel goed, dus van dat geld woon ik met het gezin op vakantie naar Barcelona. Wij lopen daar op de Ramblas, stonden daar van die levende standbeelden. Dat wil ik later ook worden, zei mijn zoon. Ik zei, nou, dan moet je gewoon Jan Roest bellen en vragen of je nef hem op het gemeentehuis moet komen zitten. Hier in het dorp zijn het gelukkig niet allemaal van die boeven gelijk men. Er zijn hier ook wat goede ondernemers. Jonny Michebrink is er zo winnen. Die kan me toch een nette tuintjes aanleggen, maar hij is van alle markten thuis. Ze weten niet alleen van de gietijzeren barbecues, hij heeft in het oude huis van Vic Boemaars op 2 schone potten neergezet. Maar je moet die vrouwen niet onderschatten, hè? Die innen heeft gewoon een eigen klussenbedrijf. Dus ik en Arenne, met wel van die zwart verdiende centen van men. Ik zeg, mijn zoon is bekendjarig en hij wil een hobbelpert. Kun jij de innen voor me maken? Zij dat gemokt, vraag ze na een tijdje of ik er tevreden mee was. Ik zeg, nou, hij flikkert steeds vanaf. Kijk, ze niet zo gek, zei ze. Kijk, van steigerhout gemokt. En dan hebben Manon en Gijs Klessers. Gijs, die laat zijn jonge heer ook nog regelmatig stijgeren. Die laat maar geen gras overgroeien. Volgens Rob Jansen vliegt Gijs erop als een smerige, hoerige beer in een dekstal. Maar die Manon, die was de zoon van de derde in verwachting, hè? Ja, zei ze, ik voel mezelf ook wel een beetje overvallen door het nieuws.
Maar zij naar de verloskundige praktijk en die verloskundige zei me non, die voor jullie is zo'n grote kanus, dat moet een keizersnee worden. Maar wanneer zullen jij dat dan willen, manon? Nou, doe maar op een maandag, zei ze. Dan is het Trieske gesloten. En heb ik dat jij zo erbij is. Als ik ergens een pinautomaat opblaas, dan kan het ooit een harde knal geven. Maar bij Mark en Nicole Verrijzingen kan het er af en toe ook hard aan toe gaan. Zo hoorde ik les dat Sam hun pa kwijt was. Dus ze vroeg aan Nicole, waar is onze vader? Die is buiten in de tuin, zei Nicole. Dat kan niet, zei Sam, daar kom ik net vandaan. Ja, zei Nicole, hebben we ook al gegraven? Zo ken ik nog een vrouwke uit de ondergrondse Quiverman. Met dat vrouwke wou gare kinderen, maar die kon niet zwanger worden. Die eierstokken waren zogezegd een tikkende tijdbom. Dus zij ermee naar de pastoor. Die pastoor zei, vrouwke, je moet gewoon op bedevaart naar Lourdes gaan, dan komt het zeker goed met jouw zwangerschap. Dat vrouwke naar Lourdes en inderdaad, zwanger. Zij vreet, maar na 2 jaar wou ze nog een kindje. Dat lukte weer niet, dus zij terug naar die pastoor. En die vertelde dat ze gewoon weer een reis naar Lourdes moest boeken. Jij zei de vrouwke, met de kans dat we dezelfde buschauffeur hebben, is van hun klein. Een tijd geleden was een plofkraak helemaal fout gegaan. Ik in een hoop dynamiet aan die pinautomaat geknipt. En net op dat moment dat ik de lont aanstak, kwamen de wouden voorbij gelopen. Zij mij gevat en ze vroegen hoe ik heette. Ik zeg, ja, ik ben de Sjaak. Dus de wouden die smeten mij s'nachts in de gevangenis. En in het kader van de bezuinigingen zitten volgens mij 2 man in zo'n cel. Die celgenoot stelt zijn eigen voor. Hoi. Ik ben Giovanni van Haar. Ik zeg, ha, Giovanni. Wat heb jij gedaan, jongen? Ja, we zijn met de guld naar het Novemberfest geweest. En ik heb echt niks gedaan, hè. En nu slaap ik hier. Ik zeg, zeg toch niet te zwetsen. Jij niks gedaan? Dat moet je zeker geloven. Ja, vraag maar aan Wilbert. Of aan Bas of Mark Bastiaans, of aan John van Ham. Die waren er toevallig ook bij. Ik zeg, jij kunt sterk vertellen. En dan gaat er nou zeker zeggen dat hij voor jullie ook niet thuis is en ergens doktertje aan het speulen is. Er woont hier wat in Hulsel, hè? In het ervan, dat kan me toch een blaaskaak zijn. Teun Jansen bedoel ik. Teun zat les met Bas van Erik bij de dierenarts in de wachtkamer. Bas vertelde dat hij zijn hond moest laten inslapen, want hij had een paar van die vermiste katten uit het Hulsels blaaien te grazen genomen. Dat is niet zo mooi, zei Teun. Nou, wij zijn hier omdat onze hond Hannes ook wat gedaan heeft. Daniek was in bad geweest en stond poedelnaakt voorovergebogen het bad uit te spoelen. En toen kwam Hannes net boven met zijn pinneke omhoog en die is toen zo achter op Daniek gesprongen. Laat Hannes dan nou ook inslapen, vroeg Bas. Nee, zei Teun, zijn nagels moeten geknipt worden. Ik heb in mijn carrière al veel banken overvallen en dingen opgeblazen. Maar kenden jullie Kippie ook? Godverdomme, die is me ook behoorlijk opgeblazen. In mijn vakjargon noem ik hem ook wel plofkippie. Ja.
Veel vrijgezellen zijn hier allemaal aan de meid geraakt, maar hun wil het nog niet lukken. Geen paniek, zeg ik tegen hem. Op ieder potje past een deksel. Maar in jouw geval zal het toch wel een putdeksel worden. Ik zal nog eens ergens terugkomen op dat dorpscafé hier. Waar zijn wij blij dat Jorg erin zit. Toch? Dan mag je rustig voor de klap worden. Zo'n jonge gast. En daar maakte de kachel in ieder geval niet mee aan. Wie had je denk gedacht dat hier ooit iets fatsoenlijks in zou komen? De kans dat Hulsen een carnavalsnaam zou krijgen, die was nog groter. En ongelooflijk, nou we hebben het allebei, hè? Spurriebollengat. Hulsen zei ik allemaal tegen Martijn Heesterbeek. Maar krijgen we nou ook een raad van 11? Nee, zei, we starten met een raad van 3, want meer hebben we nog niet. Ja. Ja. Ik wist ook niet dat jullie al opgericht waren, want ik ben net van de basisschool af. Ik zat hier een keer in het café waarbij te komen van de geslaagde overval. Werde ik Roel van Bagel en Kees van Giesbergen het over politiek hebben. Roel vroeg aan Kees wat er niet op de website van Geert Wilders stond. Ja, links. Toen zei Kees, ik heb gehoord dat Wilders alle Marokkanen het land wil uitzetten, plus 1 metaalbewerker. We waren dan 1 metaalbewerker, vroeg Roel. Jij zei Kees, ik wist wel dat je niks om al die Marokkanen zou geven. Ik zat er daar wel af te luisteren en ik lustte er nog wel in. Hè. Dus ik zeg tegen Roy, de zoon van Berg Vingerroets, ploft vanmiddag met een flesje Hertog Jan open. Wij buurten daar weer aan de bar en toen vroeg ik hem waarom hij eigenlijk in Drieske was gaan werken. Nou zee, dan zie ik onze vader voor het vaker op het werk dan thuis. Het is allemaal vrij met die Jorg hier, maar één ding heeft hij nog niet helemaal op orde. De wifi. Als iemand mee zijn pin betaalt, moet hij bekend buiten gaan staan voordat zijn pinapparaat ontvangst heeft. Ja, daar ga ik aan werken, zeiden tegen hen. Maar voor mij hoeft hij dat niet te doen. Ik vind het ook wel handig als hij van ons niet kan appen dat ik naar huis moet komen. Sommige plekken die zijn niet meer de moeite om te overvallen. Neem nou de voetbalclub. Iedereen koopt zijn bierwoffel van die plastic muntjes en die worden allemaal contactloos gepind. Nou, hij Suske geregeld dat de vermen bedrijf een reclamebord langs het veld zou komen. Hij allemaal rekeningen sturen, maar dat zal binnenkort gelukkig al afgelopen zijn. Les had je een brief gestuurd en daar stond op, laatste aanmaning. Hier wil ik niet te veel woorden aan vuil maken, voordat dit verhaal ook helemaal wordt opgeblazen. Maar Rob Eipelaar had daar ook een keer wat meegemaakt. Hij was s'nachts op weg terug naar een avondje kantine, ziet hij in zijn spiegels ineens zwaailampen. Dus hij schrikken en met een goeie 120 over de hoef. Die Wouter achteraan en een blaal aan zich te pakken. Waarom rijd jij zo hard weg als je zwaailampen in de spiegels ziet, Rob? Nou, zei Rob, die van ons is er best uitgenaaid met een politieagent. En ik was bang dat ik jullie terug kwam brengen. Verder zijn we steeds minder banken en pinautomaten te vinden, hè?
Ik moet voor steeds verder van de deur om nog ergens wat te kunnen verdienen. Nou, hij, ik bedacht dat ik in Engeland wel een plofkraak kon gaan zetten, maar dat lukte niet alleen. Daar moest iemand voor mee. Toen had ik Lieke Denissen gevraagd en die wil wel wat bijverdienen. Ik zeg, Lieke, weet jij wel wat een plofkraak in Engeland is? Dat is een blowjob. Ja, ze steekt een duim omhoog, ik weet niet wat dat betekent, maar... Oh, dus ik had het afgelopen en ik kwam ze af. Maar dan moest dichter bij huis ook nog wel wat scoren zijn. Nou, had ik in de wandelgangen gehoord dat je bij Frans Vergeels moest zijn. Daar konden namelijk een echte kas kraken. Dus ik en de henne bleek heel die kas leeg te staan. Dat was dus geen schot in de roos. Toen ben ik naar binnen geslopen en zie ik hun Ria daar in een schoon lingerie setje op de bank zitten. Komt net Frans binnen. Die hij nieuwe laarzen gekocht voor het paardrijden. Hij stapte naar binnen in die nieuwe laarzen, maar Ria die keek nog niet op of om. Frans goed getrooien naar boven, hij alles uitgedaan behalve die laars en hij terug naar beneden. Zie jij iets aan men? Vroeg Frans. Jij zei Ria, hoe een piemel hangt slap. Nee, zie, die kijken naar mijn nieuwe laarzen. Nou, zeg Ria, we hadden beter een nieuwe hoed kunnen kopen. Daarna liep ik verder over de hoef, kom ik daar Gerard van den Burg tegen. Ik zie dat ik iets te koop bij firm. Ik haai namelijk mee een overval. Een robotstofzuiger met dwelfunctie buitgemaakt. Hij zei, dat heb ik niet nodig, want ik heb binnen al zoiets zitten. Maar dat is een dwel met een zuigfunctie. Ik snap hem onderhand ook. Dat zijn jullie niet gewend zijn, denk ik. Maar mensen, het wordt tijd om het verhaal hier uit te blazen. Ik naai eruit. Ik heb nog wat klusjes. Maar daar kan ik nou niet te veel over zeggen. Aangezien iedereen hier binnen zit, ga ik ergens op mijn gemak langs de deuren. Dus komen jullie straks thuis in een leeggeroofde zaak, dan weten, dat was ik. Sjaak. Houden. Ik vond het een heel grappig stukje. Nou jongens, ik vind het heel stoer dat jullie hier staan als eerste prins en eerste adjudant van Hulsel. Daar mag ook even voor geklapt worden. Net als hier heel de jeugdraad, want de jeugd heeft de toekomst en wie weet dat iemand van jullie in de toekomst hier wel de handschoen oppakt en zelf in de ton gaat of in een leuk stukje komt. Want ik weet zeker, dat kennen jullie en we hebben jullie allemaal nodig, dus ga ervoor. Yeah.
Stijn, Sjaak, gaan we iets wel enthousiast maken, hè, die jeugd. Want, kun jij... Ja? Ja, dat doe ik, ja. Kun jij eigenlijk tot 10 tellen? 10? Ja, ja, zeker omdat ik blond ben. Nou, ik ken dat wel, dat is met z'n allen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Correct. Stijn, bedankt voor jouw inzet om 10 jaar al in de ton te staan. We hebben hartelijk gefeliciteerd. Hier namens de organisatie. Cadeautje. We kunnen lekker een keer met jullie Tessa gaan eten.